Nou, het is eigenlijk de basis van een strip. Ik zo, zonder scenario kan je, kan je geen strip maken. En uh, dus ja, dat, daarom is het eigenlijk wel, uh, wel heel essentieel wat, wat, wat ik doe. Een nieuw stripboek maken betekent bij Willem Ritstier flink wat inlezen. Bijvoorbeeld voor de bestaande voetbalstrip Roel Dijkstra, waar Ritstier een verhaal voor schreef. En dan maak ik een, uh, eerst een, uh, een kort plotje en dan maak ik dan een synopsis van een van A4-velletje vol ongeveer. En daarna ga ik het uitwerken en tot een 44-pagina-album. En dan ga je teksten schrijven? Dan ga ik teksten schrijven. Hier zit bijvoorbeeld uh, pagina, uh, pagina 6. Er uh, staat er op plaat 1: Roel kijkt ongelooflijk naar Titia. En dan staat uh, de tekst van wat Roel zegt en wat Titia zegt. En dan ga je door. Je, je vertelt eigenlijk tegen tekenaar. Dit en dat moet in het plaatje staan. Als de tekenaar de pagina's met de tekstballonnen aflevert, kijkt Willem Ritstier de pagina's na op foutjes en schrijft dan de dialogen opnieuw. Nou, en dan eindelijk, eindelijk deze pagina verandert dan uh, in het blad. Uh, dit is de complete pagina eigenlijk. Want eigenlijk vind ik dit van de laatste tijd een van de allerleukste dingen die ik heb gedaan, terwijl ik helemaal niet van voetbal hou. Ritstier heeft 30 jaar lang strips gemaakt samen met de Dortse tekenaar Mink Oosterveer. In 2011 kwam hij om bij een motorongeluk. Is dan deze prijs ook een beetje met hem ingedacht? Natuurlijk altijd. Hij is altijd. Als je met iemand 30 jaar samenwerkt, dan. ja. ja. En van hem heb ik natuurlijk het allermeeste geschreven. Dus dat is wel een, uh, ja, wel een punt. Ja. Ja. Voor de komende tijd heeft Rits Stier weer verschillende stripboeken op stapel staan, maar ook wenskaarten. Dat zijn eigenlijk altijd kleine stripjes: een voorkant en een binnenkant. Dat de, dat, dat, dat is op elkaar aangesloten en dat is ontzettend leuk om te maken. En van die mini-stripjes heeft Ritstier er al zeker 4000 gemaakt en er volgen er vast nog veel meer.